aardgas. De meeste mensen gebruiken het om te koken en te stoken. Aardgas heeft ons veel gebracht, maar is niet duurzaam. De overheid heeft dan ook bepaald dat we voor 2050 van het aardgas af moeten. Dat geldt ook voor alle woningen in Maastricht. In Maastricht pakken we dat stap voor stap aan langs drie routes. Voor de stad en onze inwoners is het belangrijk dat deze routes haalbaar en betaalbaar zijn. Route 1, beter isoleren van woningen. De eerste en meest belangrijke route is het nog beter isoleren van woningen. Want als warmte beter binnen blijft, hoef je minder te stoken. Bovendien zorgt dat in veel gevallen voor een lagere energierekening en een beter wooncomfort. Kijk op onze website om te zien hoe jij je woning beter kunt isoleren en geld kunt besparen. Route 2, aanleggen van een warmtenet. In route 2 grijpen wij kansen aan om warmtenetten aan te leggen. Dit is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt van een warmtebron in de buurt, bijvoorbeeld een fabriek. Dat warme water kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In het centrum van Maastricht hebben we al 2 warmtenetten. We onderzoeken of we dat verder kunnen uitbreiden. Route 3, elektrisch verwarmen met een warmtepomp. Dit is op dit moment alleen interessant bij nieuwbouwprojecten en goed geïsoleerde woningen. Een hybride warmtepomp kan een tussenoplossing zijn. De gemeente geeft je graag tips bij het isoleren van jouw woning en het vinden van aardgasvrije alternatieven. Want een aardgasvrij Maastricht bereiken we alleen met elkaar. Samen verminderen we de komende 30 jaar stap voor stap de uitstoot van CO2. Zo zorgen we voor een klimaatneutraal Maastricht. Doe ook mee. Ga naar onze website gemeentemaastricht.nl/klimaatneutraal om te zien wat jij kunt doen.